Adi fosu kamia metabai hi sembewa apaiti odi adi daka ude mama tongo. Ik groet iedereen dus op deze bijzondere dag van de moedertaal. Franklin Yabini, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Taalgemeenschappen, zegt dat Suriname haar meertaligheid moet gaan koesteren. We spraken hem vandaag in verband met de Internationale Dag der Moedertalen. Hij merkt op dat vandaag een bijzondere dag is en het belang van de moedertaal, maar ook meertaligheid ingezien en gewaardeerd moet worden. Dus het is goed om het belang van meertaligheid te benadrukken, zoals we dat hier kennen. Het is natuurlijk een stukje verrijking, we zijn rijk. Maar die talen zijn ook een deel van onze cultuur, is een deel van wie we zijn. Er zijn dingen in onze culturen die heel moeilijk overgebracht kunnen worden in een andere taal. Er zijn voorbeelden in het Sarabakaans of een van de andere talen, dat je probeert iets te vertalen, maar die dingen raken, zeg maar, je raakt het kwijt in een vertaling. Dus voor ons als Suriname is dat belangrijk om die talen te koesteren. Vandaag is Internationale Dag van de Moedertaal. En hoe is men eraan gekomen? Er waren mensen in Bangladesh, wat nu Bangladesh is. Vroeger was dat niet, was een deel van Pakistan, dacht ik. En het is in 1952 of 51 geweest, op 21 februari, dat een groep mensen zijn opgekomen voor hun eigen taal. Yabini zegt dat het wereldwijd is gebleken dat mensen willen opkomen voor hun eigen taal. Het gaat in deze om de taal welke een individu met de paplepel wordt ingegoten krijgt, zonder dat die op school is geweest. Dus meertaligheid is een verrijking. Ik heb in Amerika jaren gedoseerd. En de studenten groeien op met Engels. Dat is alles wat ze kennen. Ik doseerde interculturele studies. En een van de dingen was dat ze een vaardigheid moeten hebben om ook andere talen te leren. En je merkt hoe ze ermee worstelen om een andere taal te leren. Ze kunnen zich niet voorstellen dat een andere taal een andere structuur heeft, dat de woorden anders zijn. Dus iemand denkt van je neemt de woorden in één taal en zeg me wat het in het Engels is of zeg me wat het in die taal is, dan kan ik de taal praten. Maar zo werkt het niet. Maar dat komt als je opgegroeid bent in een situatie waar je maar met één taal groeit. Terwijl wij een situatie hebben dat we meertalig zijn. We hebben een situatie dat we eigenlijk concepten, begrippen kennen in andere talen. Eigenlijk een hele wereld kennen in een andere taal. De voorzitter merkt verder op dat het een verarming is als Suriname meertaligheid niet opneemt in het onderwijsproces. Hij zegt dat het bij onderzoek gebleken is dat mensen die meertalig zijn opgevoed het beter doen in het onderwijs. De UNESCO viert elk jaar op 21 februari de Internationale Moedertaaldag. Deze dag staat in het teken van de taalkundige en meertaligheid. Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden.